Vandaag, 3 weken geleden, stond ik op het vliegveld van Jakarta waar Willem-Alexander en Maxima landen. Het begin van het staatsbezoek aan Indonesië. En kijk nu waar we nu staan. Alle agenda's zijn leeggeveegd, ook de koninklijke agenda's. De Japanse keizer bijvoorbeeld gaat niet naar koningin Elizabeth op staatsbezoek. Galafeesten gaan niet door. En zelfs het staatsbezoek van Willem-Alexander en Maxima na 1 juni gaat niet door. Want ja, hoe bereid je zo'n staatsbezoek voor als de mensen die dat moeten doen niet eens bij elkaar kunnen komen? Dat royals blauw bloed zouden hebben, dat betekent ook niet dat ze veilig zijn voor corona. Zo moesten de kinderen van prinses Irene onlangs afscheid nemen van een tante, prinses Maria Theresa van Bourbon Parma. En ook prins Albert van Monaco, daarvan werd een tijdje geleden al bekend dat hij corona onder de leden heeft. En die zit in quarantaine thuis, net als prins Charles. En niet heel toevallig hebben ze elkaar een tijd geleden ook al ontmoet. Misschien heeft het met elkaar te maken. Koningin Elizabeth die zit ondertussen veilig op Windsor Castle. Ze belt dan ook alleen maar met de premier en die krijgt ze dus niet meer op bezoek. En heel verstandig, Willem-Alexander laat Rutte ook niet naar het paleis komen. Ook zij bellen dus voor hun wekelijkse gesprek. Willem-Alexander kan trouwens makkelijk van huis uit werken, want zelfs wetten ondertekenen, dat kan via de iPad. Als je een beetje op social media kijkt, dan kun je er niet onderuit. Al je vrienden, vriendinnen, collega's, buren, ze zijn allemaal van huis uit aan het werken. En de royals doen niet anders. Zij laten ook zien vanuit hun quarantainepaleis dat ze aan het werk zijn. Dat ze videoconferenties bijwonen. Dat ze in gesprek gaan met mensen uit de zorg. Ze zijn eigenlijk net als ons allemaal. En ze proberen ook hun contacten in te zetten. Bijvoorbeeld de Spaanse koning, de Belgische koning hebben gebeld met Jack Ma, de oprichter van Alibaba, om vanuit China mondkapjes te regelen en coronatest. En dat is ze gelukt. Willem-Alexander heeft onder andere contact gehad met een Duits medisch bedrijf voor beademingsapparatuur. En of dat gelukt is, dat weten we nog niet. En onze eigen koningin Maxima dook afgelopen week geregeld op in videogesprekken. Zo belde ze in bij een conferentie over zelfstandig ondernemerschap. Was ze online te gast in een programma dat probeert het stigma rondom psychische problemen te doorbreken. En heel bijzonder, ze belde met medewerkers van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. En zo probeerde ze hen ook een hart onder de riem te steken. We zijn u zeer dankbaar en erkentelijk voor alles wat u doet. Dank je. Willem-Alexander en Maxima zijn de afgelopen week weer begonnen met werkbezoeken. Wel in een heel klein team, zodat de kans op besmettingen zo klein mogelijk blijft. Willem-Alexander ging bijvoorbeeld naar de GGD in Tilburg, waar de eerste besmetting in Nederland werd vastgesteld. En hij ging naar Buitenlandse Zaken, waar hij in het callcenter meeluisterde met gesprekken van Nederlanders die vastzitten in het buitenland. Koningin Maxima kwam afgelopen vrijdag voor het eerst weer echt in actie. Ze ging namelijk naar het Westland toe, naar de tuinbouwsector, waar ze een heel groot probleem hebben. Normaal gesproken is dit de drukste periode van het jaar, met Moederdag, met Pasen. En nu blijven de bestellingen uit het buitenland compleet uit. En dat betekent dat ze zoveel bloemen in de container zien verdwijnen. Zeker ook wat milieuproducten en toch wel alles gaat weg. Het zit veel in je hart. Het applaudisseren in de zorg, dat werd eigenlijk in heel Europa gedaan. Dat begon in Italië en Spanje en kwam vervolgens naar Nederland toe, waar we ook Willem-Alexander en Maxima en hun 3 dochters hebben zien applaudisseren. Daarna ging het eigenlijk de rest van Europa door. België en uiteindelijk ook Engeland, waar we ook zagen dat de kinderen van William en Kate applaudisseerden voor de mensen in de Britse zorg. Ik hoop dat ik jullie binnenkort gewoon weer, zoals vanouds, vanuit de studio van Koffietijd kan updaten over de leuke dingen in de wereld van de royals. En tot die tijd, blijf gezond en tot snel.